belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vorig jaar vond op het Marnix College Cascora een drugscontrole plaats onder leerlingen. De controle leidde tot veel ophef. Verschillende agenten zijn op non-actief gesteld. Dat kwam onder meer omdat sommige leerlingen zich moesten uitkleden en ook moesten bukken in aanwezigheid van agenten en docenten. Er is de afgelopen maanden een onderzoek gedaan naar wat er zich precies heeft voorgedaan op het Marnix College. Dat onderzoek is nu ingediend bij het Openbaar Ministerie en die bepaalt of er verder stappen moeten worden genomen. Het plan voor nationaal herstel van Curaçao is klaar. Al in mei vorig jaar kondigden de partijen PNP en MFK een dergelijk plan aan. Nu is het regeerprogramma daadwerkelijk afgerond. Dat hebben verschillende betrokkenen aan de Extra gemeld. Sinds juni vorig jaar heeft Curaçao een regering van PNP en MFK. Er zijn grote ambities om te zorgen dat het weer beter gaat met Curaçao. Dat staat allemaal in dit nationale herstelplan dat ook binnenkort gepresenteerd zal worden. Na Qualectra, nós atuamos tempo para ser vivo, ora com mais da comunidade. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, foi de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por favor. Para escolher para trabocita, riba a Qualectra.com e aproveitar a mesma hora, põe o documento na cerca, para a visita cerca nós vai mais fácil. Sì, a Qualectra su centro di cliente vuole clapa sul vivo na e momento con te comini a bo. Veel werknemers in de zorg zullen daadwerkelijk financiële problemen krijgen als er daadwerkelijk wordt doorgegaan met het korten van 12,5% van de arbeidsvoorwaarden van mensen die in de zorg werkzaam zijn. De korting is een gevolg van de coronaleningen die Curaçao met Nederland heeft afgesloten. Volgens de Stichting Federatie Zorginstellingen is een gemiddeld loon in de zorg ongeveer 2800 gulden. Als daar 12,5% van afgaat, komen mensen in de problemen. Op Sint Eustatius is sinds eind vorig jaar sprake van een vertrouwensbreuk tussen de Eilandsraad en de twee regeringscommissarissen. In een motie die op 23 december 2021 werd aangenomen, werd gesteld dat alleen mediators ervoor kunnen zorgen dat er daadwerkelijk weer samengewerkt kan worden op Stesia. Die mediators zijn nu aangesteld. Het betreft Suzieke Media Reumer en Maria Liberia Peters. Die moeten ervoor zorgen dat de Eilandsraad van Sint Eustatius en de regeringscommissarissen weer kunnen samenwerken en in ieder geval kunnen werken aan het terugbrengen van de democratie op het eiland. De politie heeft dit weekend 3 mannen aangehouden. Ook zijn er verschillende huiszoekingen gedaan. Het heeft allemaal te maken met een schietpartij die in de vroege zaterdagochtend plaatsvond. In aanwezigheid van een feest bij Suffisant werd er meerdere keren geschoten. De politie onderzocht de zaak en heeft de 4 mannen aangehouden. Die zitten nog vast in afwachting van de afronding van het onderzoek naar de schietpartij. Nederlandse media waren dit weekend lovend over de prestatie van Lee Marvin Bonavacia. Curaçaose atleet heeft tijdens de Nederlandse indoor kampioenschap in Amersfoort het Nederlands record op de 400 meter verpulverd, zo schreef de Telegraaf. Lee Marvin won de wedstrijd in een tijd van 45,48 seconden en dat was goed voor een verbetering van zijn eigen record uit 2021. Geen carnaval, maar wel een nationale lichtjesparade. Het was druk en gezellig zaterdagavond op Aruba met de Parada Nacional de Luz. 2 jaar lang wordt er al geen carnaval gevierd op het eiland. Maar om te zorgen dat de mensen toch iets te vieren hadden, gingen 6 groepen en 6 bands de straat op. Dat leidde tot vrolijke taferelen en veel filmpjes op sociale media. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.